Yo kijkers van Cycling Games, welkom bij vandaag weer een nieuwe video. Vandaag zijn we aan het losrijden, want morgen is het zover. Dan rijd ik mijn eerste klassieker van het seizoen, de omloop van Noordwest-Overijssel, Genemuiden. Het is nu, ja, lekker weer, korte broeken weer. Morgen zal dat ook zo zijn, maar het zal morgen nog wel wat harder waaien dan vandaag. Dus zit de kans er zeker in dat het op de kant gaat. Dan moet je dus alert zijn, zeker in het begin. En dan moet je dus ook op een goede loting of dat je een goede neutralisatie rijdt. En daarna vooral alert blijven. Op de vroege ochtend van 6 april 2019 heeft de wind present getekend. Dus dat betekent dat er inderdaad waaiers gaan komen. De koers bij de junior dames en nieuwelingen meisjes is ook opengebroken door de wind. Dus het is echt een kwestie van alert blijven. En dan echt hopen dat je een goede loting hebt. Wij luisteren nog even naar een paar renners wat zij te zeggen hadden vooraf over deze koers. Sven Mulder, vorige week 18e in de Braakman. Ja. En wat voor koers verwacht je vandaag? Ik verwacht veel strijders. Ja, en de wind? Kleine groepje finish. En wat verwacht je dan van de wind? Ik hoop dat hij nog wat opspeelt, maar ik verwacht er niet heel veel van. Denk je op de kant? Want bij de nieuwe dingen en junior dames ging het zeker op de kant. Ik hoop het. Ik hoop het. We zullen zien. En wat voor resultaat mik je dan op vandaag? Nou ja, de eerste plek mik ik altijd op. De Gruiter, rappe man, al 3 overwinningen dit jaar. Wat voor soort koers verwacht jij vandaag? Ja, waaiers. Waaiers en met windkracht 3, denk je dat dat genoeg gaat zijn daarvoor dan? Ja, bij de nieuweling meisjes en de nieuwe vrouwen was het genoeg. Dus, En dan vraag ik 1 naam, wie pakt vandaag de winst? Ja, nou, toch voor mijzelf. Ik was 3 weken geleden 2e in Schijndel, ook nog de overwinning gepakt in Gouda. Wat is jouw doel vandaag? Winnen, hè? En hoe ga je dat doen? Ja, we gaan die Mike even voor plezier. Mike Bronswijk, er zijn ook al meerdere overwinningen gepakt. Wat voor koers verwacht jij vandaag? Koers met veel waaiers. Want het waait hard, dus ondertussen wordt nummers 3 opgeroepen. Veel waaiers en een slechte startpositie. Wat denk je dat voor invloed gaat hebben op de wedstrijd? Ja, niet echt veel. Gewoon rijden zien wij uit. Dat gezegd hebbende sta ik ook op de ene laatste starterij, dus moet ik met tijdens een neutralisatie van 2 kilometer goed naar voren zien te rijden. De camera onder het stuur, ja, die vind je bij mij. Die onder het zadel, die komt van de fiets van Joep de Vos. Veel kijkplezier allemaal. Thank you.
Het begin van de koers ging best goed. Ik kon tempo prima bijhouden. Het ging ongeveer 44 tot we hier van deze brug afgaan. Dan moet ik hier een beetje dringen voor een vluchtheuvel. En dan krijg ik hier een tikje van die renner links waar ik moet uitwijken. Maar achter u komt in dat gootje tussen het stoepje, stoot tegen het stoepje aan, stootlek. En dan sta je met een lekke band langs de kant. Het duurt lang voordat ik weer op weg kan. De neutrale materiaalwagen heeft namelijk eerst een wiel dat om een of andere reden niet in mijn fietspad. Daarna krijg ik een wiel en die zit erin en ik ga worden teruggereden. Maar ik kom erachter dat ik niet op mijn twee zwaarste versnellingen kan. Dus ja, dan is het ook erg lastig om terug te komen. Zeker als we even kijken in het peloton op de beelden van Joep de Vos. Daar wordt namelijk vol gereden. De koers begint nu pas echt los te barsten. Voor mij zit de koers dus al heel snel op, terwijl die voor het peloton nog echt moet beginnen. De dijk is het wielerzone Nederland, oftewel Kampen, die het peloton op de kant hebben gezet. Met als resultaat een kopgroep van 13 man. In die kopgroep zien we twee renners van Westlandwiel vooruit. Drie van KWC Kampen en nog een paar andere renners. De namen zagen jullie zojuist in beeld. Zij verdedigen ongeveer 45 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers van ongeveer 20 man. Daarin zien we dat Finn Raume op kop rijdt. Verder zien we in die groep ook nog Jens Bassa zitten. Vlak daarachter zit dan het
derde groepje. Dus dat is het tweede groepje achtervolgens, waar Lennart Meijners maar probeert om het tempo erin te krijgen. Dus tevens ook het groepje waar Joep de Vos in zit en Sietse Kool. En weer een stukje erachter zien we een groep met Joren de Gruyter. Deze groepjes kunnen allemaal nog wel bij elkaar komen. En als er dan samenwerking komt, dan is er zeker nog een kans dat weer die kopgroep kan gaan inhalen. Maar dan moeten ze wel samen gaan werken. Hier komt dan het peloton met daarvoor nog een klein groepje met Sven Mulder. Maar dit peloton dat lijkt uitgespeeld voor de overwinning. De camera onder het zadel bij Joep de Vos is inmiddels uitgevallen, dus doen we het met de beelden van de kant die ik heb gekregen van Mark Groeneveld. Het is nog altijd de 13 man sterke kopgroep die op kop rijdt en ze hebben nu nog maar 30 seconden voorsprong op het groepje achtervolgers. Bij het ingaan van de laatste kilometer hebben we één leider. Het is Elmar Afma. Hij rijdt op kop als eerstejaars nieuweling in de omloop van Noordwest-Overijssel. Hij is weggereden. Hij heeft een kleine 10 seconden voorsprong op het groepje achtervolgers waar Kampen het tempo opvoert. Hij stond heel vooruit, zit ook voorin. Het kan, maar dan moet Elmar Afma wel stilvallen bij het ingaan van de laatste kilometer. En dan zien we dat er nog een groepje achtervolgers op ongeveer een halve minuut achterstand aankomt. Waar de Rindert buiten is, die is weggereden om nog een top 15 klassering te pakken. Met daarachter Finn Rauma in de voorste gelederen. Ook Max Mosmuller en Tijn Laurensen zitten voorin in die groep. De vraag is, gaat Elmar Afma dat kunnen volhouden tegen een ontketende sprinttrein van Wielerzone Nederland? Sietse Kool komt hier nog voorbij. Op ruime achterstand komt ook nog het peloton voorbij. Zij gaan sprinten voor de ereplaats, maar het is allemaal ver achter de rug van de kopgroep. Maar dat is uiteraard ook Vieses. Hier uitstekende koers neergezet. Genoemde hier ook Chapeau, zegt de dame. Met 63 Max van der Meulen. En hier ook de man die zat in de bende van 13, de Thomas Lakenman. En dat ziet dat de verschillen klein zijn, hè? Want de mannen die strijden voor positie 14, 15, 16 in de voor, die komen er op dit moment ook aan. Ja, oké. Hier hebben we de willekeurige man met 92 meldt zich aan het voltoppen. In dit moment met de Rindert buiten. Dan de sprint met daar gewonnen in die groep. En door de man met 55, Jorren Hommes. Het was dus Elmar Afma die in zijn eentje weg wist te blijven voor de achtervolgers waar het Arno van Krimpen was die de sprint won. Voor Mike Bronswijk, Jens Klaver, Michel Lambrecht, Mark Groeneveld, Mike Spenkling, David Haverdink, Lucas Averecht en Björn Koster vervolledigde top 10. Kijken we net buiten de top 10, dan zien we Max van der Meuken, Jesse Klaver, Thomas Laagman, Rindert Buiten en de rest van de uitslag kunnen jullie zelf even lezen. En de renners in het rood, ja, dat zijn abonnees van Cycling Games. Mocht je nou gemist hebben terwijl je wel degelijk een abonnee bent, laat dan even in de reacties weten en dan zorg ik dat je de volgende keer ook rood gemaakt bent. We gaan even luisteren naar een paar renners wat zij te zeggen hadden na hun omloop van Noordwest-Overijssel. Nou, Sietse Kool vandaag in de derde groep gefinished. Wat gebeurde er in de koers vandaag? Chaos.
En de wind, het ging op de kant. Waar gebeurde dat precies? Want ja, ik was toen al uit koers. Ja, waar gebeurde het? Op een dijk. En toen was het in één keer over. Ja. En welke waaier belandde je toen? Derde. De Mongolen waaier? Nee, dat niet. Ons groepje wist niet echt wat we moesten doen, maar ja. Toen kwam je nog terug bij de tweede groep en wat dacht je in de finale? Nou, ik kwam terug, maar ik werd gelijk weer gelost. Ja, dat is dus altijd minder. Was je volgende koers? De volgende klassieker. Emmen dus. Nou, ja. Succes man. Vandaag terechtgekomen in de Mongolenwaaier. En hoe is dat gebeurd? Ik kwam op het kantje terecht. Ja, dat is nooit... in het begin een klein beetje achter. Dat is nooit best, hè? En volgende klassieker, wat is dat? Over 2 weken, kleiner. En wat verwacht je dan? Ga je het dan beter doen dan vandaag? Altijd koers. Ja. En hoe komt het dan dat je nog vooraan zat aan het einde van de neutralisatie? Huh? En aan het einde van de neutralisatie voorin en dan alsnog zo, het zo verpesten? Ja, want ik begon volle bak te koersen en toen ging het op de kant, toen was ik de lul. Ja, had je dan geen jelletjes bij je? Ja, nee, ik had geen jelletjes bij me. Nee. Nou, voor jou, hè, voor de volgende keer. Heb ik nog wel een jelletje, in de hoop dat je het dan wel bij kan houden. Moet goed komen. Het is een chocoladesmaak. Hou die maar. Het is net een chocomaatje. Dus... Er zit chocomaak, is goed voor je. Ja, is goed voor je. Dus neem die de volgende keer maar, dan weet je zeker dat je gaat winnen, ja? Oké, moet goed komen. Dat was het dan alweer voor deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. Mocht je het nou leuk vinden, vergeet dan niet even te liken en in de reacties achterlaten wat je ervan vindt. Abonneer voor meer video's. Volgende week ga ik in Aalten. Tot dan!